Hallo iedereen en welkom in deze nieuwe maand, die toevallig ook mijn verjaardagsmaand is. Het leuke eraan is, vroeger vond ik verjaardagen eigenlijk niet zo speciaal. Nu eigenlijk ook nog niet, maar met dat mijn tweelingvlam eigenlijk voor de helft of eigenlijk de Amerikaanse nationaliteit heeft, dan staat hij daar ook helemaal anders in. En dan merk ik dat in andere culturen, in andere landen, dat eigenlijk de ganse maand van je verjaardag eigenlijk jouw verjaardagsmaand is. En toen bedacht ik me van eigenlijk is dat wel een heel leuk en een fantastisch idee. Want in plaats van maar één dag, 24 uur, waar je nog misschien de helft van slaapt, heb je gewoon heel de maand de tijd om jezelf te vieren. Om te genieten van het grootste geschenk dat je gekregen hebt, en dat is leven. Dus hiermee, met deze boodschap, wil ik ook deze maand beginnen. Als je deze maand jarig bent, wel, vier niet één dag, maar vier het de ganse maand. En doe de dingen die je leuk vindt. Doe de dingen die jouw energie geven. En daarmee wil ik ook op een stukje komen, dat ik nu de afgelopen dagen weer ervaren had. Er had iemand gepost op een van mijn video's. En eigenlijk iedere keer als iemand, nu niet meer, maar vroeger wel, als iemand commentaar gaf of een reactie gaf of eigenlijk niet begreep waar ik mee bezig was, dan voelde ik mij altijd heel persoonlijk aangesproken. Nu, na een aantal jaren, ben ik op het punt gekomen dat wanneer mensen mij raar vinden of mensen zeggen van wat dat je doet, ik vind dat toch allemaal maar raar, of dat is toch abnormaal dat je daar een inkomen kan van maken, of wat dat ook maar is dat eigenlijk een van de dingen, of een van de tekenen dat ik op mijn pad aan het wandelen ben. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk ook een van de dingen dat ik leuk vind aan het hebben van een tweelingvlam. Want we zijn minstens altijd met twee, altijd raar. En wij zeggen ook silly en weirdo tegen elkaar. Dus niet op een negatieve manier, maar op een positieve manier. En gisteren was ik dan met mijn kinderen naar de film gegaan. En op een bepaald moment ging het er ook over dat er is altijd zoveel oordeel van anderen over anderen. Maar vaak is dat omdat die ook iets zien in jou dat ze eigenlijk ook heel graag zelf zouden willen hebben, maar nog niet de kracht of de moed hebben, of de know-how of wat dan ook, om het te doen zoals jij het doet. En dat is eigenlijk de boodschap dat ik vandaag wil meegeven, dat je onthoudt dat in het hart van elke dromer er eigenlijk een held zit. Maar iemand met grootste dromen, waarvan de anderen al duizend keer zeggen van droom niet te groot, doe normaal, wees realistisch. Dat zijn net die dingen die ervoor zorgen dat we onszelf klein houden, dat we ons gaan beperken in die oneindige mogelijkheden dat er zijn. Denk maar aan al die uitvinders. Als die niet hadden blijven geloven in hun dromen en hun hart niet hadden gevolgd, dan waren ze nooit gekend geweest als die grote uitvinders. En daarin ligt jouw kracht om het te blijven doen zoals dat jij voelt dat, dat nu goed is voor jou. En het maakt niet uit dat anderen vinden dat we psychiatrische gevallen zijn of wat dan ook. Dat is enkel maar een teken dat zij nog niet bewustzijn hebben dat wij hebben en dat zij nog niet zo ver staan waar wij staan. En eigenlijk, wanneer mensen op die manier reageren, dan voel ik eigenlijk heel veel compassie voor hen. Omdat ze nog steeds in die oude structuren vastzitten. En nog steeds denken vanuit de beperkte ideeën en verwachtingen en ervaringen dat ze kennen en hebben. En die blijven daar vasthouden. En op zich is dat ook oké, want dat is wat die ziel misschien op dit moment moet en nodig heeft. En de lessen dat hij nu wilt gaan leren. Maar wat en hoe dat er ook gebeurt, en dat is ook hetgeen dat ik zo vaak aan mijn kinderen ook meegeven, zeker nu dat weer de school en zo weer begint, dat het niet uitmaakt wat anderen zeggen of denken over jou. Gaat het nu over kleren? Gaat het over hoe dat je denkt? Gaat het over hoe dat je eruit ziet? Gaat het wat dat je wel of niet eet?
Jouw waarheid is het enige dat telt. Wat dat jij voelt is het enige dat telt. En daar is, ligt ook jouw kracht. Want je hebt de kracht in jou om te bepalen hoe dat jij jou voelt. En als je elke morgen opstaat met één doel voor ogen, namelijk je goed gaan voelen, dan ga je zien dat je heel je leven gaat gaan verschuiven. En dat is hetgeen wat ik ook leer aan iedereen die met mij samenwerkt. En wat ik ook zie gebeuren bij de mensen die inderdaad investeren in zichzelf door met mij samen te werken en dan het nodige werk te gaan doen, dan dat zij, hoe meer dat zij zichzelf worden en hoe meer dat ze zichzelf leren ontdekken en leren kennen, weer opnieuw leren kennen, dus los en voorbij van de rollen en de overtuiging dat ze hebben overgenomen, hoe meer dat ze ook mensen aantrekken die echt tot hun tribe, tot hun groep behoren. En dan krijg je niet meer het gevoel dat je alleen bent. En dat is net ook het leuke aan hetgeen wat ik doe. Dat je loopt mee op het pad van de mensen. En waar ik in het begin al de hart van die held zie in hen, dat voelen zij op dat moment zelf nog niet. En dat maakt dat ik eigenlijk gewoon eventjes meeloop om hun hart terug te weerspiegelen naar hen. Zodanig dat ze in staat zijn om zelf hun leven weer in handen te nemen. Om zelf weer te gaan denken voor zichzelf. En niet meer te gaan doen omdat anderen dat zeggen dat we dat moeten doen. Maar zelf te gaan voelen van, wat wil ik hierover? Wat voel ik hierover? Wat voel ik dat nu bij mij past in deze situatie? Op dit moment zelfs. Want het is niet omdat iets nu voor jou als jouw waarheid is, dat er dan binnen 10 minuten of een half uur of binnen... Om binnen 3 weken of binnen 6 maanden of een jaar, maakt niet uit. Je verandert continu en je groeit continu. En dat is de enige zekerheid die je hebt, dat verandering er altijd is. Kijk maar naar de natuur. Het is ook niet altijd continu zomer of niet continu zon of continu regen of continu sneeuw. En dat maakt zelfs niet uit als je zegt van ja, maar er zijn regio's in de wereld waar dat er geen seizoenen zijn. Ja, dat klopt. Maar ook daar zijn er ook weer verschillende, niet de seizoenen zoals wij ze hier kennen, maar daar zijn er ook verschillende periodes in weersomstandigheden, in energieën zelfs. Want ik heb ook contacten met mensen die ook daar in dergelijke regio's wonen. En ook zij voelen die verschillende energieën in de aarde, van de aarde. Dus wat... Dat er ook gebeurt om jou heen, welke chaos dat er ook is, wat dat mensen ook naar jou toe gooien, hoe dat mensen zelfs gewoon reageren, dat heeft altijd te maken met de zaken waar zij op dat moment zelf mee bezig zijn. En ik ga een voorbeeld geven. Over laatst waren we naar een winkel, die was eigenlijk nog net niet open, maar de deur stond open. Dus daarop zegt mijn dochter: ah mama, wij kunnen misschien naar binnen gaan, want de deur is open. En aangezien dat we ook nog naar ergens anders moesten, had ik gezegd tegen haar, ja, dat is inderdaad een goed idee, we kunnen naar binnen gaan. Dan zijn we zeker ook op tijd klaar om naar onze volgende afspraak daar op tijd te zien. Dus we gaan binnen en die dame schrikt eigenlijk ervan het feit dat wij daar al zijn. Ze dacht dat het al 5 uur was. Maar daarop zeg ik van nee, we zijn gewoon iets vroeger. En met dat de deur open stond, kwamen we al binnen. En vanuit haar overtuiging dat ze misschien eigenlijk niet op tijd was en te laat was, reageerde die heel bot naar ons toe. En ik zag hoe dat mijn dochter daarop reageerde en eigenlijk wat terugtrok en dacht dat zij iets verkeerd gedaan had. Terwijl dat wij eigenlijk enkel maar ons gevoel gevolgd hebben en niemand eigenlijk uiteindelijk iets verkeerd gedaan. Maar het is, zo werkt het. Wij communiceren niet alleen maar met woorden en met de dingen dat we zeggen, maar communiceren met energie. En hoe gevoeliger jij bent en hoe meer je gaat leven vanuit een hoger bewustzijn, en zeker de jonge kinderen van deze tijd, kinderen van deze tijd, tieners, pubers, en de jongere generatie, die zijn al zo afgestemd op die nieuwe energie en die nieuwe wereld, dat ze eigenlijk moeite hebben om de manier waarop de meeste mensen nu nog werken en communiceren en door hun leven gaan, dat dat heel lastig is voor hen. En dan merk je bijvoorbeeld ook in scholen dat kinderen gaan doen van het gedrag van hun ouders gaan spiegelen. Terwijl dat die kinderen vaak veel meer wijsheid in zich dragen. En
En daarom is het belangrijk dat, ongeacht de leeftijd van je kind, dat je hen leert ook om voor zichzelf te gaan nadenken. Dat ze gaan voelen van, wie ben ik echt in de kern? Want zij weten veel beter wie dat ze zijn dan jezelf. Ze weten perfect waar dat ze willen, waarom dat ze naar de aarde gekomen zijn en waar dat ze later willen gaan doen. Ze kunnen het misschien niet omschrijven als een jobfunctie zoals dat jij nu kent, maar daar gaat het niet over. Het gaat over hoe dat ze van dienst kunnen zijn met de talenten die ze hebben en met de energie dat ze zijn. Dus, moraal van het verhaal, onthoud dat wanneer anderen jou niet begrijpen, dat het een teken is dat jij inderdaad op het juiste pad zit en dat je meer en meer jezelf aan het worden bent. En je bent hier aanwezig om te ervaren hoe het is om vanuit de hoger bewustzijn te leven. Ik weet dat ik geboren ben om die verandering mee te ondersteunen. Zodat we op een andere manier en een veel harmonieuzere, veel liefdevolle manier kunnen gaan leven. Maar de reden dat jij hier bent, is ook diezelfde reden. Dus verander nooit je leven of wie dat je bent om gewoon in te passen. Of gewoon om meer vrienden te hebben. Of om gezien te worden. Of om promotie te hebben. Of om een bepaalde relatie te hebben. Nee, niets van dat gaat jou gelukkig maken. Wat je wel gelukkig gaat maken, is gewoon jezelf zijn. En elke dag toegewijd zijn aan het nog meer jezelf zijn en nog meer ontdekken van jezelf en nog meer gaan uitzoeken hoe dat dan werkt om jezelf te zijn. En dan ga je merken dat je net die mensen aantrekt die perfect bij jou passen. Niet dat ze perfect zijn, die mensen, maar ze passen perfect bij wie dat jij bent. En dan ga je merken dat ook die relaties veel moeitelozer en veel ook jou veel meer vervulling brengen. Dus als iemand jou niet begrijpt, bedankt ze en ga gewoon verder met het doen van jou. En ik zou zeggen, wees dankbaar en waardeer dat je op sommige momenten anders en raar bent. Want dat is tegelijkertijd ook weer jouw kracht. Zo, dat was voor vandaag. Ik wens je een fantastische dag. Oh ja, vergeet niet om te abonneren en een like te geven. Je kent het ondertussen wel al. En wil je leren hoe dat je jouw eigen leven in handen neemt en hoe dat je eigen held wordt? Dan kan je via de link hieronder je inschrijven om mee te doen voor de volgende ronde van het traject van de zelfrealisatie vanuit je hart gedragen bewustzijn. Ik ga er nu niet te veel op ingaan, want ik moet zo dadelijk terug weer vertrekken om de kinderen op te gaan naar school. Maar je kan er meer over lezen in, op de website. Je kan al vandaag starten als je dat wilt. En dan in september, begin oktober, starten ook de live sessies die daarmee gepaard gaan. Dus als je vandaag nog start, dan kan je zeker tegen het einde van dit jaar nog alles uit je leven halen wat je wilt. En ik geloof alvast in jouw tijd dat je dat ook begint te doen. Dag!